Een heel lang weekend met de Tros. Eindelijk krijgt u waar u recht op hebt. 3 dagen achter elkaar de populairste omroep van Nederland op uw scherm. Met een spannende serie, Moord in Texas. Het meest bekeken programma, de Bananasplit Show. Harten 2, The A-Team, Marco Bakker en vele andere goede programma's. De Tweede Kamer kan nu beslissen of u en de Tros nu die zendtijd krijgen die we verdienen. Sluit u bij ons aan en ontvang voor maar 20 gulden Tros Kompas. Met omslag en fraaie poster cadeau tot 1 april 84. Meer zendtijd voor de Tros, u hebt er recht op. Het is maar een klein quizje. Elke zondagmiddag, 8 weken lang, tussen 5 en 5:30. Spelletjes? Niets voor mij, maar voor 1 keer dacht ik, doe maar, want het is voor UNICEF. Dat wordt voortaan dus iedere week, iedere zondagmiddag thuisblijven. Hallo, I am Lee Wilman. Please join in on the Tros UNICEF TV game 1983. Machen Sie mit jeden Sonntagnachmittag. Es ist für UNICEF. Het is maar een heel eenvoudig quizje, 5 minuutjes, 1 vraag maar. U kunt er iets mee verdienen en u doet er iets geweldig goeds mee. De Tros UNICEF TV quiz. Vanaf 9 oktober, elke zondagmiddag bij de Tros, direct na Sons and Daughters. Doet u mee. En dan nu onze nieuwe 3-delige miniserie Moord in Texas. Deze spannende thriller met in de hoofdrollen Sam Elliott en Farrah Fawcett is gebaseerd op een waar gebeurd verhaal. De overige 2 delen van deze Amerikaanse serie worden door de Tros morgenavond en maandagavond uitgezonden. Moord in Texas.